Hallo, vandaag neem ik jullie mee naar Summer Festival. Ik ga een superleuk lookje creëren bij Sandy. En ik laat me eigenlijk een beetje inspireren door Anouk Maton. Natuurlijk de DJ, de jetset. En ze reist naar overal en is altijd super mooi opgemaakt. Ik dacht dat past wel helemaal in de vibe van Summer Festival. Super goed voor als je veel selfies wilt nemen. Oké, ik start met onze Studio Fix Fluid Foundation. Want die heeft een hele mooie coverage. Dat wil zeggen dat die redelijk goed dekt. Maar als je die subtiel aanbrengt, kun je die ook heel natuurlijk laten overkomen. Dus ik neem een hele lichte concealer. Een highlight pen kan dat ook zijn. Ik zal overal tekenen waar ik hem ga aanduiden. En dan kun je heel makkelijk volgen. Ik ga dat dan straks vervagen. Oké, Sandy, ik ga nu gelaat afpoederen. Mm-hmm. En ik ga dat met een heel licht poeder doen en met een heel zachte kwast. De reden dat ik dat ga doen op deze manier is dat we zeker niet gaan overpoederen. Want op een festival is het super mooi als je een hele mooie natuurlijke huid hebt en poeder is niet zo heel natuurlijk als je zwaar hebt gemaakt. Ik ga je ook een hele mooie bronzer geven. Dit is een bronspoeder. Mm-hmm. Het heeft een hele mooie natuurlijke glans, maar zeker geen glanspartikeltjes die je heel duidelijk zien liggen. Want ik wil dat je echt een zonnegloed krijgt op je gezicht. Maar als ik echt met glanspartikeltjes ga werken op de plaatsen waar ik het nu ga aanbrengen als een contouring, dan lijkt het alsof je echt zo zweet of blinkt en dat is absoluut niet de bedoeling. Het is een cream color base. Dat is een crème en die heeft een hele mooie glanzende textuur. En die ga ik op je jukbeenderen zetten. Want jukbeenderen, echt, moet daar maar eens op letten in magazines en zo. Maar dat is een troef dat heel veel vrouwen, en zeker in editorials kun je dat ook zien, spelen ze dat uit. Op je neus is het ook altijd heel mooi om aan te brengen. Maar je moet enkel het bovenste centimetertje van je neus aanbrengen. Als je dat volledig gaat doen, gaat je een lange neus krijgen. En dat willen we niet creëren. Ik ga nu nepwimpertjes geven. En ik ga ze voor jou customizen. Ik heb mijn wimpertjes in twee geknipt. En die twee deeltjes ga ik nu gebruiken om aan de eindjes van je wimpers te zetten, zodat je echt een heel mooi Bambi-effect krijgt. Dan neem ik zo'n extra glanzend poeder en zet ik heel zachtjes er nog wat over, zodat je die hele mooie gloed hebt op je jukbeenderen. Mooi. Ja, ik zag juist, de kleur heet bol, dus het past helemaal bij u.